Als je even aanhoudt, zo meteen even een live interview met Radio Tamara. Frans Pina is aan de andere kant. Dus blijft u even afgestemd, zo meteen een live interview met Frans Pina van Radio Tamara. Even kijken wat de man te vertellen heeft. We weten allemaal wie Frans Pina is. Ik ben een radioman. Ik ben vanaf de radioman in mijn Dawaland. En eerlijk gezegd, mi sabi taki tere chande in de leugencampagnes ving. Meestal daar praat hij over. Ja, meneer Pina's, meneer Pina's, meneer Pina's. Daar heb ik het over diezelfde Pina's. Naast dat Chan maakt de meeste filmpjes toch. Terwijl hij weer bezig is met de misleidingcampagne. Dan maakte hij gebruik van... Oké, ik word daar gebeld. Dus houd even aan. Ik ga nu in het interview met Frans Pina's. Salam alaikum. Fakker, ja. Brother. Ja, fakker. Ik had de kop hier, ja, meneer, ja, man. Duizend, meneer. Oké. Alright, dit is live en ik heb nu contact met Cibrano Piqué in Suriname. Piqué is een man die heel veel actief is op social media. En in een vorige leven was hij actief is en ook lid voor de politieke partij NDP. Zeg ik het goed? Nou, ik heb op de NDP gestemd. De enige keer dat ik heb gestemd is op de NDP. Maar dat ik echt lid ben van de NDP, daarachter sta ik. Oké. Sta je achter een partij nu? Nee. Ik heb nog geen partij op het oog. Omdat ik nog niemand zie die echt met een alternatief komt. Of met een plan van hoe we het zullen aanpakken. Dus bijna iedereen is even gelijk als dezelfde president die nu aan de macht zit. Wat zei u? Hoe bedoel je dan? Iedereen is even gelijk als president. Als ik het beter moet uitleggen. Alle regeringen die we in het verleden hebben gehad, hebben goede kanten en een verkeerde kanten gekregen. Maar de regering die nu aan zit, ik heb geen goede kanten om over te praten. Ze hebben helemaal niks gedaan in voordeel van land en volk. Ze hebben precies gedaan, ik praat over ze. Ze hebben precies gedaan wat een voordeel komt voor hun familie, hun vrienden en voor zichzelf. Dus dit is het verschil. Ja, oké. Dus je is je alternatief. Op dit moment zie ik niemand met een plan komen. Geen enkele van de bestaande partijen. Ik had gehoopt dat de nieuwe beweging of de nieuwe partijen misschien met iets nieuws zouden komen. Maar ik zie dat het ook dezelfde kant op gaat. Dus ik ben even radeloos als weldenkend Surinaams mens. Surinamer ben ik even radeloos. Dus voor nu heb ik even geen partij waar ik ben aangesloten. Ik heb wel een paar personen op het oog die misschien zouden kunnen passen in een komend bestuur. Want voor nu zie ik geen nieuw bestuur komen. Maar een partij zelf? Nee, ik voel me gebonden aan geen enkel partij. Voor nu alleen Suriname. Oké, wat zouden de nieuwe partijen moeten doen om de Cibrano's van deze wereld te overtuigen? Het eerste dat ze moesten nalaten is vingerwijzing. De NDP wijst naar de VAP wijst naar de ABOP wijst dan naar de NPS. Dus je krijgt alleen maar vingerwijzing naar andere partijen toe, naar tegenstanders toe. Maar niemand kan praten over hoe we het gaan aanpakken, in welke situatie we nu zitten, hoe we het samen kunnen doen. Nog steeds dezelfde loze beloftes van 50 jaar politiek in Suriname. En daarvan ga ik niet gediend toch, broer. Ik kan niet lopen achter een systeem dat mijn land al 50 jaar in de greep heeft en niks doet dat in voordeel komt van de mens. En natuurlijk het land Suriname ook, die een van de rijkste landen is ter wereld. En daar kan ik niet staan achter geen van die regeringen nu. Dus achter geen van die partijen sta ik op dit moment. Oké, je punt is duidelijk. Hoe is het land nu? In welke staat verkeert Suriname nu? Begin juni 2024. 2024 bevindt Suriname zich in een bekende situatie. Deze situatie is niet gekend, nooit gekend in Suriname.
We hebben altijd moeilijke tijden gekend. We hebben, weet je, lastige tijden, lastige momenten gekend. Maar voor het eerst maak ik dit mee. Tenminste, ik word 45 jaar over 16 dagen. En ik bekijk de politiek niet vandaag. Ik praat wel nu pas 7 jaar, 8 jaar. Maar ik bekijk ze al een tijdje. En voor het eerst zie ik dat op elk gebied het verkeerd gaat. Gezondheidszorg, onderwijs, politieorganisatie, Nationaal Leger. Noem maar op, nergens gaat het de goede kant op. En dit maak ik voor het eerst mee in Suriname. Niet eens thuis. Men kan niet meer plannen. Men komt al lang niet meer uit met hun salaris. Ouders zien hun kinderen nauwelijks, omdat ze 2 tot 3 keer moeten werken per dag. Dus het is gewoon geen overlevingsfase meer. Het is zitten en wachten op de dood. We gaan doodpinaren hier in Suriname als deze regering verlengd wordt. Maar jullie zien dat, hè, Suriname is Shisaipsa. Wat gebeurt er dan? Wat zie jij bij de mensen? Nou, bij de mensen zie ik verwarring. We weten allemaal dat er een politieke vaccinatie wordt geprint al jarenlang. En men heeft daarmee de bevolking in een soort van greep. En die greep moet zorgen dat de Surinaamse bevolking verdeeld blijft. Ja toch, de NDP'ers moeten loyaal zijn aan de NDP, de VAP'ers loyaal, de NPS loyaal. Maar men leert Surinamers niet loyaal te zijn aan het land Suriname. Omdat als je Surinamers gaat leren houden van Suriname en je ze gaat leren waarderen wat Suriname bezit, dan krijg je een heel ander denkend Surinaams bevolking. En dat doen de partijen niet. De partijen proberen zoveel mogelijk hun werkpaardengroep te vergroten, toch? En de sierpaardengroep te verkleinen, waardoor je dan geen middenstand Surinamers meer hebt. Je hebt rijke of je hebt arme Surinamers, maar er is geen middenstand meer. Dat is omdat partijen, en ik heb het over alle politieke partijen, de meeste politieke partijen in Suriname, vooral de traditionele partijen, ze proberen hun werkpaardengroep te vergroten, te verdubbelen, en hun sierpaardengroep proberen ze te verkleinen. En als ik het beter moet uitleggen, werkpaarden zijn die propagandisten, de partijkernen van de buurten, de mensen die op het veld gaan, dat zijn de werkpaarden. En de sierpaarden zijn de mensen die dan verdienen als zo'n partij aan de macht komt. Voor de rest zie ik niks anders, niks is veranderd. Vooruitzicht, idee naar verkeer, infrastructuur, de passie, netheid, schoonheid, wat doet dit, wat is dit? Nou, Suriname lijkt een beetje op een gebied in India, die ik al een tijdje aan het observeren ben. Ik weet niet als die mannen zich zo thuis voelen, want het is echt smerig, het hele land is smerig. De plekken waar schoon is of onderhouden wordt, dat zijn de dorpen. De plantages, want daar heb je plantagebesturen die om de netheid gaat. Maar wat betreft de regering, beleidsmakers, waar OW, de openbare wegen, weet je, waterwegen, al dat soort dingen. Kijk bijvoorbeeld in het district Para. Als we praten over infrastructuur of water, natuurwegen, dat zijn geen van de rivieren, de kreken in Para, opgehaald al 2 of 3 jaar lang, waardoor je dan een verstopping hebt. De rivieren stromen niet meer als normaal. Men kan niet meer gaan vissen, want alles heeft dingen gran gran tapagia abliba. Je krijgt wateroverlast in gebieden waar je het nooit kreeg. Ik praat bijvoorbeeld over Para nu. Maar als we praten over de stad, broer, heb je nu wijken waar nooit onder water zaten, zitten nu onder water. Overal in Paramaribo loopt nu onder water. Vroeger als het regende zeg je van, ga niet naar Noord, want Noord Osungu. Maar nu als het regent moet je binnen blijven of dan moet je een waterscooter hebben. En dat hebben veel Surinamers niet, dat is ook een kleine groep. Of dan moet je een terreinvoertuig hebben, dat hebben ook veel Surinamers niet. En door de jaren heen hebben we altijd gezien van, in alle landen schaf men limousines aan, platte auto's, mooie luxe auto's. Alleen in Suriname schaffen de bewindslieden terreinauto's aan. Dat wil zeggen, men gaat niet werken aan infrastructuur in de komende jaren. Je rijdt in een straat in de binnenstad en je weet niet eens welke kuil daar zit op de weg. Maar er is wat zit onder water. Dus niet alleen je machines kan eraan gaan, ook je banden. Dus infrastructuur hoef je helemaal ter sprake te brengen. Anders weet de wereld hoe slecht onze infrastructuur in elkaar zit. Mooi. Je weet, met jou, ik kan alle kanten op met jou. De verkiezingen, dat zijn pas over een jaar, maar de grote partijen lijken in mei,
afgelopen maand een aftrap gedaan hebben. Ik zag NDP, ik zag VAP voorbij komen, ABOP, PL, Onderbroekie en nog andere partijen. Hoe kijk je naar de campagne die nu gestart is en alles? Al de campagnes van alle partijen die tot zover voorbij zijn gegaan, vind ik rommel. Is dezelfde misleidende campagne die we 50 jaar hebben gekend. En ik heb Surinamers hiervoor gewaarschuwd, omdat men niet is gaan werken aan hun campagnevoering. Waarom? Omdat de Surinamer niet van mindset is veranderd. Waardoor men dan terugkomt met diezelfde smoesjes waarmee ze onze voorouders hebben gepakt en waarmee ze ons gescheiden kunnen houden. Dus de enige partij die het anders doet, maar ze doen het via een ander kanaal, dat is de VAP. De VAP werkt via social media, omdat ze weet dat ze huis aan huis niet meer welkom zijn in Suriname, of bijna niet meer welkom zijn, want ze zullen hun loyalisten hebben, maar ze zijn niet meer welkom om huis aan huis een politieke campagne te voeren, want daarmee heeft de huidige president zijn misleidingscampagne gevoerd vorig jaar door huis aan huis over goten te springen, over rivieren, over soelas te gaan, alleen maar om zijn leugencampagne te verspreiden in het hele land. Dat gaat hij niet meer kunnen doen, want Surinamers zijn wijzer nu, maar de overige partijen doen het ook niet beter dan hem. Dus voor nu is het nul op het request voor allemaal. Nee, maar als je naar NPS kijkt, ik hoor de nieuwe mensen sluiten zich aan, prominente de Surinaamse samenleving. Hoe staat de partij voor nu? Nationale Partij Suriname NPS. Ik had altijd gedacht, ik wil niet veel praten over de NPS, omdat de NPS ook een van de partijen is die ik kritisch volg, omdat ik ook een beetje, ik ben ook geïnteresseerd om te zien wat hun kunnen doen. Maar het lijkt er niet op alsof het zal worden wat ik had verwacht van hun. Omdat ik gewoon de start heb gezien met de nieuwe mensen. En zelf de nieuwe mensen hebben niks nieuws gedaan of gezegd. Het gaat gewoon hetzelfde spelletje verder. Dus NPS, het is nu voor nu. Op social media, je weet, Surinamers houden van nieuwe dingen. Surinamers houden van een hype. Het is nu een NPS-hype. Ik hoop dat het lang blijft, maar het is over een maand of anderhalve maand is het alweer verdwenen, die NPS-hype. En dan krijg je weer die normale Surinaamse mindshift. Waar men weer gaat lopen schelden, waar men weer gaat zoeken. Dus NPS, voor nu is het schijnbedrog. Ik geloof niks van niemand. Voor nu, niemand. Geen enkele politieke partij. Ja, maar je zegt al hype. Hype betekent dat je echt in de picture bent, in de schijnwerper. Ja, maar je kan in de schijnwerper zijn in Suriname. Je om je heen. Als je positief in de schijnwerper bent in Suriname, is het maar voor een maand of twee. Als je negatief in de schijnwerpers komt, dan blijf je jaren. Dus voor nu is er een soort van positieve hype die hangt bij de NPS. Maar dat is alleen maar omdat men nu kwaad is op de zittende regering. Dus vandaar dat ook bijvoorbeeld de NDP gaat zijn zetels behouden. Niet omdat ze het beter hebben gedaan dan de huidige regering, maar omdat de huidige regering de slechtste regering ooit was. Toch? Dus sowieso gaan er geen mensen van de NDP naar de VAP of naar de ABOP of zo. Maar dat ga je wel krijgen tegenovergestelde, dat mensen, de zwevende kiezers, gaan partijen als de NDP, de NPS. De NPS zal sowieso groeien, maar niet hoe men verwacht. Toch? En misschien blijven ze hetzelfde nog erbij, want Surinamers zijn niet je kan ze niet berekenen. Je kan ze niet peilen. Maar voor nu, eerlijk gezegd, broer, dat van de NPS is een soort van schijn. En laat maar even zien hoe lang het zal volhouden. Maar niks dat positief is in Suriname. Want die mannen komen ook met niets nieuws. Het zijn dezelfde verhalen van vroeger, maar wel in een ander jasje gestoken. Maar niks is veranderd, broer. Dus voor nu ben ik even radeloos van waar mijn land naartoe gaat. Ik neem de partij even door met jou. Dan ga ik naar de NDP, Nationale Democratische Partij. Hoe staan die partijen voor? Voorzitter, bestuursverkiezing. Je hebt insight van die partij. Van partij Dono. Kijk, over de interne zaken van de NDP ga ik niet bespreken. Maar over dat wat in de media, in de nieuws al is verschenen. En met informatie die ik heb, dat ik kan gaan vergelijken als het op de waarheid berust of niet. Dan is het nog niet wat het wezen moet bij de NDP, maar ze zijn wel goed op weg en wel zonder Desiree Delano Bouterse. Toch, ik zeg, als Desiree Delano Bouterse er was, zou het iets wat makkelijker voor ze zijn, maar het is nog niet wat het wezen moet, maar ze zijn wel goed op weg
qua politiek partijbelangen betreft, zijn ze wel goed op weg zonder Desiree Delano Bouterse. Maar wat betreft beleidmaking, wat ze voor Suriname gaan betekenen of hoe ze zaken zullen aanpakken, dat heb ik nog niks concreets gehoord van niemand. Dus daarom zeg ik van de NDP, wat partijbelangen betreft, zijn ze wel goed op weg om te scoren zonder Bouterse. Wie wordt voorzitter en indirect de presidentkandidaat van de NDP? Voor zover ik weet is Bouterse Desiree Delano nog steeds de voorzitter van de NDP. Je hebt drie waarnemend voorzitters heb je nu. Je hebt Ramon Abrahams, je hebt Jennifer Gerling-Simons, je hebt Ashwin Adin. Ik nog eentje om die naam te goede. Vier denk ik. Maar Bouterse blijft voorzitter. Oké. Okay. Dus ja. Bouterse blijft voorzitter. Ja, hij blijft voorzitter. Ja. Oké, iets anders. Ik zag iets voorbij komen van er was een drie heren zaten aan tafel. Peppy, Saya en Miranda. Ja? En je was er niet bij. Maar nu zat ik kritisch, stap je man. Hoe keek je naar Sarema Bintaki? En weet je, ik praat met je omdat jij beter kan duiden hier. Dus hoe keek je naar, om te beginnen, hoe keek je naar de Sedert ik die line-up heb gezien, heb ik geen volwassen mensen geroepen om te kijken. Ik heb die kinderen geroepen, omdat ik weet dat die mannen niet als mij zijn. Misolis, Timbe, Warak, Dami, Bekosdo, Taki. Die mannen gaan niet schelden. Maar het zijn wel drie clowns die de VAP heeft ingehuurd om een misleidingscampagne te voeren, om de bevolking te misleiden. Dus ik heb geen volwassenen geroepen om die live te volgen. Omdat ik wist vooraf dat het niks zou worden. Omdat de drie mannen die daar zaten, geen van ze een geheel maakt. Je hebt twee ziekelingen en een ondernemer die denkt de rijkste zwarte man op aarde te zijn. Dus het zijn geen mensen waarnaar ik wil luisteren, naar kijken, nog wat van ze kan leren. Dus ik focus me niet echt op die drie clowns van de VAP die ze flink misbruiken voor hun misleidende manoeuvres tijdens de politieke campagnevoering. Waar is daarom belangen van VAP te verdedigen? Nou, alle drie zijn VAP'ers. Peppy heeft een toneel gespeeld, als ze zijn niet de VAP'er. Maar ieder weet wie Peppy is. Ieder weet dat hij net de aap springt van de ene tak naar de andere tak. Ja, weet toch? En dat is niet te vergelijken, want iemand probeerde het te vergelijken met mij. Met mijn passie die ik heb gelopen, bewandeld. Maar het waren drie VAP'ers. Het zijn geen serieuze Surinamers die serieus genomen moeten worden. Dus wanneer we praten over een nieuwe mindset, dan zijn het dit soort figuren waarnaar men niet zou moeten luisteren, omdat ze niks positiefs te brengen hebben voor de mensen. Dus ik focus me niet echt op die gasten. Het is de VAP okay. Die zich druk moet maken om die gasten. Nee, maar omdat je ook soms op social media dingen roept over die mensen, dus denk, wie zijn die mensen? Want in de diaspora zijn ze niet bekend, Saya. Nee, ze worden ook nooit bekend. Ze worden ook nooit bekend. En Suriname zijn ze ook niet positief bekend. Je mag bekend zijn, maar het hangt er vanaf van wat. Heb je goede dingen gedaan? Heb je daarna fouten begaan? Oké. Okay. Maar als je nooit echt serieus bent van wie is Peppy? Peppy is een clown. Je hebt een clown. Hij heet Raymond van Els. Ik weet niet van waar hij komt vallen. Maar hij kwam ineens in de picture. Als een van de misleidende poppetjes van de VAP. En zo is hij bij mij gebleven. Zo zie ik hem nog steeds. En die Saya is een of ander Haitiaanse ondernemer die al 30 jaar in Suriname is gevestigd. Die met zijn zogenaamde uitspraken en zijn moves denkt de Surinaamse so-called ghettos, want we hebben geen ghettos hier, we hebben de uprisingszone, so-called de uprisingszone mensen voor de gek te houden en te doen alsof ze leiders zijn en mensen naar de goede plek willen brengen, terwijl ze andere plannen hebben. Dus, en dan heb je die Benny Miranda, die is een TBS'er uit Nederland gevlucht naar Suriname, nadat hij een straf moest uitzitten daar vanwege een of ander strafbare feit. Die is hier in Suriname een mislukte miljonair geweest in Nederland. Weet niet eens waarover hij praat. Herhaalt constant dezelfde dingen. Is persoonlijk bezig. Dus er zijn drie ziekelingen bij elkaar. Dus ik wil me niet echt storen aan die gasten. Nee, dat is goed. Want we kennen ze niet in diaspora nog niet. Helemaal. Maar die maken daar opinie in Suriname. Nee, maar bij deze heb ik ze dan aan de diaspora voorgesteld wie ze zijn.
Toch? Het zijn drie clones. Het zijn drie mascottes van de VAP die de VAP zal misbruiken tijdens hun verkiezingscampagne. Dat is om mensen af te leiden van de realiteit. Want je weet, Surinamers, een grote groep, focust op de negativiteit, de sensatie en dat soort dingen, waardoor we de main focus kwijtraken. En deze gasten gaat de VAP gebruiken, vooral in het bijzonder de blakke man die op alles hapt en alles gelooft. Die groep gaat men proberen te misleiden, omdat die groep dan de grootste groep die onder de armoedegrens ligt. Hey, tot besluit, jongen. Ik wil je alvast danken, maar hoe nu verder? Captain, je ship is sinking, zeg nee. Wat kan de regering nog doen om van in kratting, witte voetjes of wat te doen? Wat kan er nog gebeuren? Wat kunnen ze nog doen? Eerlijk gezegd, Surinamers zijn slimmer geworden nu. En ik denk dat de Surinamer voorbereid is dat men zal komen met die witte voetjes maken de laatste jaar voor de verkiezingen. Dat is als gebruikelijk. Het is de modus operandi die elke regering nadoet. Dus Surinamers zijn voorbereid. Dus ik denk niet dat er nog iets is dat deze regering gaat kunnen herstellen aan de band die zij hebben met de bevolking. Deze regering is de regering die geen enkele band heeft opgebouwd met de bevolking. Zij hebben de bevolking als vijand tot vijand verklaard, mede dankzij de dictatorhandelingen die worden gepleegd vanuit het beleid, zowel vanuit de ABOP-kant, zowel de kant van de VAP. Alle wetten worden vertrapt, wetten worden aangenomen, worden niet nageleefd. Wetten gelden wel voor de burgerij, maar wetten gelden niet voor hoogwaardigheid bekleders, zogenaamd. Maar ze kunnen niets meer doen om hun imago te redden. Dat kunnen ze niet meer doen. Het enige wat ze nog kunnen doen is een noodtoestand creëren of frauduleuze handelingen plegen tijdens de verkiezingen. Als ze denken dat ze nog aan de macht willen komen. Maar gewoon een normaal denkend Surinamer. Het mag zijn welke etniciteit het dan ook is. Een normaal denkend Surinamer. Iemand die echt hart heeft voor Suriname. Iemand die van het land houdt. Iemand die de toekomst echt voorspelt als eentje te zijn rooskleurig voor onze kinderen. Voor onze nageslacht. Die persoon zal dan nooit meer bijvoorbeeld op de VAP stemmen. En let op, ook op de ABOP ook niet. Want de beide partijen zijn het die het land naar zwaardere verdoemenis heeft geleid. En ik denk niet dat deze twee gasten weer een kans krijgen. Mocht het zijn dat één nog een kans moet krijgen, dan zou Ronnie Brunswijk een kans krijgen. Maar gezien wetten die aangenomen moeten worden of afgekondigd moeten worden, dat mensen met een vonnis geen kandidaat kunnen zijn, dan wordt het wel een beetje moeilijk. Maar de ABOP maakt nog een beetje kans. Maar de VAP, ik denk niet dat een Surinamer met een gezond verstand nog op de VAP zal stemmen. Je hebt geroepen, 2025 komt er geen verkiezing. De verkiezingen komen pas in 2027. Sta je nog achter? Ik sta er paal achter. We zijn geen ons, we zijn niet dom. We weten precies dat onderweg naar de verkiezingen worden er bepaalde handelingen gepleegd. Ondanks de verkiezingen nog niet zijn aangekondigd door de president. Weten we dat bepaalde handelingen worden gepleegd, zoals het plaatsen van kandidaten. Lijsten worden ingediend, kandidaten worden bekendgemaakt. Mensen worden opgeleid om op de kantoren te werken, de stemlokalen te werken. Er is een nieuwe kiesstelsel. Er is geen voorlichting gedeeld met Surinamers. De enige voorlichting die je ziet op televisie is dat van de politie tijdens waarschuwingen. Dus men heeft ons gewoon blauw gelaten en sowieso de handelingen en de moves van de president, de huidige president van de Republiek Suriname, Chandrika Prasad Santokhi, zijn excellentie, zijn moves geven ons geen hoop dat er verkiezingen zijn 2025 en zijn handelingen en de feiten liggen ook daar dat er normaal gekeken geen verkiezingen of geldige verkiezingen gehouden of georganiseerd kunnen worden in Suriname 2025. We weten allemaal dat het geen nieuws is dat er een paar tactische en technische fouten zijn bij het nieuw kiesstelsel. Toch, dat weten veel Surinamers niet, maar ik toevallig weet het wel. Men wilde dan teruggaan naar het oude kiesstelsel die antidemocratisch is. En men wil zich nu gaan haasten. Waarom, weet ik niet. Omdat men zogenaamd wil doen als er verkiezingen doorgaan, terwijl ze weten dat er iets anders in de planning zit. Oké. Okay.
laat het hierbij, maar het is bijna schokkend om te zeggen van jij weet het zeker dat de verkiezingen pas over 3 jaar, 2027, komen. Niet ik alleen weet het, er zijn een paar mensen die het weten, maar je weet in Suriname heeft men broodvrees en Suriname is wie is brood men eet, die staal men spreekt. Dat soort regels gelden nog, zolang we die oude mindset houden, toch? Maar ik ben gebonden aan geen van die gasten, dus ik hoef niks geld te houden voor mijn mede-Surinamers die dit wel moeten weten. Vandaar dat ik het gewoon zeg, er komen geen verkiezingen. In 2025, gezien de huidige situatie waarin we nu zitten, qua verkiezingsorganisatorische redenen. Je ziet gewoon dat er geen verkiezingen zijn. De verkiezingscampagnes zijn al gestart, maar dat is gewoon om mensen af te leiden. Want de VAP's campagne is al gestart sinds 16 januari 2022. Niet nu, toch? Ze hebben een campagne, Surinamers, kennen politieke verkiezingscampagne tijdens wanneer ze paraplu verdelen, wanneer ze truitjes verdelen. Nee, de VAP is al lang begonnen sinds 16 januari 2022 had de VAP-voorzitter, huidige president, zijn campagne aangekondigd. Dus het spelletje spelen ze nog steeds met de bevolking. De bevolking slaapt nog steeds. Ik ben wakker met mij nog vele Surinamers. Maar het moet nog, is een kwestie van tijd voordat de bom gaat barsten. Maar de verkiezingen van 2025 zijn in gevaar. Oké. Ze kunnen het alles wel in orde maken, toch? Ik bedoel, je hebt nog een jaar om mensen te staan. Het is onwettig. Dit is de eerste keer dat Suriname verkiezingen organiseert. Dus de expertise is in huis, toch? Broer, je hebt expertise, maar je hebt ook wetten die nageleefd moeten worden. Je hebt ook processen die gehandeld moeten worden. Een proces naar nieuwe verkiezingen uitschrijven is niet een proces van een jaar. Het is een proces, weten ze hoeveel Surinamers zijn? Is er een volkstelling geweest? Is men gaan registreren? Is men gaan kijken hoeveel Surinamers het land uit zijn? En hoeveel zijn gebleven? Weet men nog hoeveel mensen, de nieuwe voters? Heeft men de nieuwe voters al gelokaliseerd? Weten ze hoeveel nieuwe voters Suriname erbij krijgt? Weten ze broer, er is nog niks gedaan die een signaal kan geven van er komen nieuwe verkiezingen. Alleen campagne wordt er gevoerd omdat men nu al ziet dat wat er komt, broer. Moet je een aanhang hebben, een draagvlak hebben. Daarom gaat men niet de verkiezingen verwachten. Men verwacht iets anders. En dat zijn geen verkiezingen, geloof me. Vooral de VAP is bezig met een ander plan. En de ABOP ook bezig met zijn verdedigingsplan. Dus het kan een lang gesprek worden, maar we houden het kort. De verkiezingen van 2025 zijn in gevaar. Ja, wat komt er dan als er geen verkiezingen komen? Ik denk dat we rechtstreeks afsteven op een noodtoestand. En die gaat komen door de politieke aanvallen op de coalitiepartner van de VAP. Want je ziet duidelijk dat er een paar aanslagen worden gepleegd. En dat is geen nieuws. Iedereen weet dat, iedereen ziet dat, iedereen merkt dat op. Je ziet allemaal wat er gebeurt in het land. Fraude, transporten, allerlei dingen. En het zijn alleen maar vrienden van de gele partij, geel-zwarte partij en vrienden van de oranje partij. Maar de vrienden van de oranje partij komen niet vast te zitten. De enige mensen die een link hebben met de VAP en die of kapitalist of miljonair zijn, die vast zijn komen te zitten, is niet in Suriname. Alleen in Nederland zitten een paar dia's die in de Spora wonen, zitten daar vast. Maar hier in Suriname is het openlijk. Er wordt met twee maten gemeten. Kort gezegd, Motegi Krimfa Sandebrada, ayah dit ab blakamang. Alla blakamang sa e power blakamang. Alla blakamang sa wan beteken wan san gi blakamang. De mei sukuf schakel uit. Alleen dat de blakamang afhankelijk kan worden van een systeem. Maar daarover gaan we een andere keer praten, want het wordt een lang gesprek. Nee, absoluut. Ik spreek je heel binnenkort weer. Dank je voor je tijd. Dan een mooie uiteenzetting, zei Jimmy over Suriname, de luisteraars ja, in buiten Suriname. Sibrano Piqué. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Zo, dat was zo een beetje. Dan heb je dat ook mogen meemaken. Deze live ga ik nu beëindigen. Het was speciaal. Dat u kon meeluisteren naar het interview. Ik wens jullie een fijne zaterdag. En be safe. Het is regenweer. Regen is voorspeld. Doet u voorzichtig op de weg. Als u gaat drinken. Als u gaat stappen vanavond. Vanavond is 10 jaar nieuw style. Prins Ballroom. En vandaag is ook 4 jaar para All Star.
Para All Stars. Dat wordt gevierd Wit Santi. Je hebt voetbal, slagbal en ook kleinterreinvoetbal, dat wat nu in is. Dus er is genoeg om te doen vandaag op Para, Wit Santi. En ook in de stad Prins Ballroom. Nieuwstijl viert vandaag zijn 10-jarig bestaan. En dat is ook niet zomaar. Dus van mijn kant, Dawood Piquet, wens ik jullie een fijne voortzetting van deze zaterdag. Een fijne zondagmorgen. En bereid u voor op de komende nieuwe week. We zijn in de maand juni. Het is mijn maand, Gemini maand. Welkom in mijn maand. En zoals ik het al heb gezegd, over 16 dagen mag ik mijn 45ste borrelday vieren. Met jullie natuurlijk. Op het net. Mine pratinyang. Zo zullen we met praten. Mensen, een fijne dag en tot gauw.